Hallo dames, vandaag willen wij jullie iets vertellen over alle mogelijke soorten tricot die wij in het najaar aanbieden in onze collectie. Jullie weten, er zijn zoveel verschillende wolsoorten. Wij hebben een heel divers aanbod en we willen jullie er iets meer van vertellen. Het is nu nog wat vroeg op het seizoen, maar bon, op een gegeven moment hebben we behoefte om warmere materialen te dragen en die gaan we nu even aan jullie beschrijven. Eerst en vooral hebben we hier een heel zacht materiaal. Dat is een mix van verschillende soorten, van verschillende kwaliteiten bij elkaar. Daar zit geen wol in, wat maakt dat dat dus ook totaal niet prikt. Wat ook belangrijk is, want veel klanten hebben niet graag dat iets geprikt. Dus dit is een heel zachte kwaliteit die totaal niet prikt. Een heel mooie violetkleur, die bijvoorbeeld heel mooi is samen met deze sjaal erbij. En ook op deze geprinte broek, omdat jullie zien dat er in die print een klein beetje van dat donkerpaars in zit. Dus dat is een hele subtiele rappel naar de pull die je erbij kan combineren. Dus een heel tof silhouet om in de winter te dragen. Deze pull die totaal niet prikt. We hebben ook bijvoorbeeld deze kwaliteit, ook een samenstelling van verschillende stoffen. Dat is een cardigan, maar die sluit hoog genoeg dat je die gewoon als pull kunt dragen. Ook een heel zacht, harig materiaal. Er zit totaal niks wol in, dus ook heel leuk om te dragen. Bijvoorbeeld samen met deze satijnen rok. Dat is ook een silhouet dat jullie terugvinden op onze website. Dat is een heel elegant silhouet. Of ook gewoon op een jeans kunnen dat dragen. Dat is ook heel tof. Voor een meer casual silhouet kijk, zo kun je dat ook heel tof. Met een witte basket eronder heeft dat een heel tof sportief silhouet. Dus dat zijn eigenlijk twee kwaliteiten die totaal niet prikken. Aangenaam zijn om te dragen, maar daar zit dus niks wol in. Hier hebben we twee pulls, dezelfde. We hebben die in het grijs en we hebben die in camelkleur. Daar zit wol en alpaca in verwerkt. En die is een dikkere kwaliteit. Dat ziet je direct of dat voelt je direct. Dat is meer een dikkere kwaliteit. Dus dat is al meer voor diep winter. Dat is een beetje zwaarder van samenstelling. Maar ook heel tof om bijvoorbeeld te dragen bij... Deze broek ook, die grijze jeans, is dat heel tof om te dragen, een meer casual silhouet. Of die andere kleur vinden wij ook heel geslaagd met bijvoorbeeld deze ruitenbroek erbij. Zie je? Ook een hele toffe, een beetje een Engelse look, hè, voor de winter, niet voor de zomer. Ook heel leuk om zo te assorteren en je silhouet af te werken. Of gelijk met deze rok, hè. Die gaat er ook bij, hè. Zonder de sjaal dan. Dat is ook wel tof om dat zo te dragen. Met een zwarte bot, met een camelbot eronder, is dat wel ook tof. En dat gaat even goed met de grijze pul erbij. Dus we hebben heel veel samenstellingen van wol, heel veel verschillende soorten. Om het juiste effect te bereiken. Soms willen we een dikker effect, soms willen we een losser gebreid effect. Daar worden verschillende garens gemengd. Maar we hebben ook 100% hetzelfde materiaal. Zo hebben we onze 100% merino's in twee pulls, in een big blauwe kleur en in een limoenkleur. Heel mooie detail ook op die mouwen. Zie, daar zit een heel mooi breimotief in verwerkt. Die zijn heel tof, die zijn wel lichter om te dragen. En deze is bijvoorbeeld heel mooi, vinden wij in een tonaal silhouet. Dus ton sur ton, helemaal in wit blauw. We hebben dan ook nog een jas om erbij te assorteren als je dat wilt. Maar dat is een grote tendens deze winter, ton sur ton. Dus alles in hetzelfde kleurenpalet. Dus vinden wij wel heel sterk om dat zo te combineren. En dat is dus een 100% merino's kwaliteit. Die limoenkleur is bijvoorbeeld ook voor een meer city look. Ook heel tof bij de start van het seizoen met deze ecru rock in een leather look. Heel tof, 100% merino's. Ook deze pulletjes zijn in 100% merino's. Wat heel belangrijk is
bij tricot is de manier waarop dat jullie het onderhouden. De manier waarop dat je het wast is superbelangrijk. Dus momenteel, zolang het de voorraad strekt, als jullie een 100% merino's of een 100% cashmere pulletje kopen, waar we dadelijk iets gaan over vertellen, dan krijgen jullie zo'n staal erbij van een liquide wasmiddel. En het is ook heel belangrijk dat jullie dat juist gebruiken. Heel weinig waspoeder gebruiken, liefst liquide, geen poeder, liefst liquide. En ook uw kleding goed laten verluchten. Tricot hoeft niet altijd gewassen te worden. Dat kunt ook een keer laten verluchten, tenzij dat er plekken op zitten. Dan moet het natuurlijk wel gewassen worden. Alle machines hebben tegenwoordig heel goede wasprogramma's. Wol, want wij raden altijd aan in het machine te wassen. Zelfs als ze zeggen een handwas, dan bedoelen ze een handwas in uw machine. Want in uw machine heb je de temperatuur van uw water veel meer onder controle dan dat je gewoon dat met de hand was. Dan heb je de temperatuur van je water niet onder controle. Ook belangrijk om te weten bij wol, is dat dat altijd een beetje gaat opwollen. Wol wolt op. Dat is een natuurlijk materiaal, dat moet je onderhouden. Daarom verkopen wij ook pluizendiefjes of in de Veritas kun je van die kammetjes kopen om je puls goed te onderhouden en om die mooi die bolletjes eraf te doen. Want wol is een natuurlijk materiaal, dus je gaat dat altijd hebben. En de ene persoon heeft daar een beetje meer last van dan de andere persoon. Dat heeft niks met kwaliteit te maken. Dat heeft heel veel te maken met de manier waarop dat je je puls, je tricot onderhoudt. Een nieuw materiaal voor ons deze winter is 100% cashmere. Dat is natuurlijk een zeer edele wolsoort, komt van de cashmeregeit. Cashmere gaat u ook in verschillende winkels, in verschillende prijsklassen ontdekken. Nu, de fijnheid van de vezel bepaalt de prijs van de pul. Dus wij bieden die aan in 3 kleuren. Een hele mooie okere kamelachtige kleur, een violet kleur en een rode kleur. Te combineren echt op veel manieren, bijvoorbeeld deze kleur is heel tof met die geruite broek, maar dat is ook heel tof met deze violette kleur, ook heel tof bij die broek te combineren. En bijvoorbeeld de ruit die we er net hebben laten zien, is ook heel tof met dat rood, krijg je zo weer een beetje meer een Engels silhouet. Een klassieker, hier kun je ook nog heel tof een witte blouse onder dragen. Maar de cashmere met die ruit samen is ook wel heel plezant als combinatie voor een winterse look. Dus 100% cashmere, 100% merino's. Dat zijn onze 2 zuivere kwaliteiten die we deze winter aanbieden. Maar daarnaast bieden we nog andere kwaliteiten aan. Er zit alpaca in ons aanbod, er zit mohair in ons aanbod. Dat kan u allemaal ontdekken in onze winkels of natuurlijk ook online. Deze winter hebben wij ook een prachtige samenwerking met Ellen Kegels, die Baby Alpaca exclusief deze modellen voor ons in deze kleuren heeft gemaakt. Heel tof, puls in 3 kleuren, sjaals. We hebben daar ook rokken in. Heel mooi baby alpaca, een heel mooi edel materiaal. Heel zacht, allemaal handgebreid. En die raden wij echt wel aan om enkel en alleen te laten verluchten, te verfrissen en dan in droogkuis te geven om die te laten behandelen. Want dat is een zeer, zeer delicaat materiaal en dat zou we zonde vinden dat daar iets mee gebeurt. Dat is belangrijk om dat zo te doen. Uiteraard, los van de kwaliteiten die we jullie hier hebben laten zien, hebben we nog een heel divers aanbod. Zowel online kan u dat ontdekken. In de winkel kunnen onze mensen u ook altijd goed advies geven. Mensen die allergieën hebben, wij hebben ook dikkere truien die in een combinatie zijn van verschillende materialen waar geen wol in zit. Dus daar kunnen we u allemaal mee helpen. Kom gerust naar onze winkel of kijk een keer online. En dan hopen we dat we u kunnen inspireren en adviseren om de juiste pul te vinden voor te dragen deze winter. Veel plezier ermee!